De theoloog Jerislav Pelikan schreef: traditie is het levende geloof van de doden en traditionalisme is het dode geloof van de levenden. Het woord traditie betekent eenvoudigweg wat wordt doorgegeven. Het komt van een Latijnse term die bezorgen betekent. Elke religieuze instelling heeft zijn tradities. Ze zijn op zichzelf niet verkeerd. Maar wanneer tradities zonder reflectie worden uitgevoerd, kunnen ze in schadelijke traditionalisme veranderen. Want tradities kunnen vaak het woord van God tegenspreken. Een voorbeeld van zo'n conflict is te zien in hoofdstuk 7 van Zacharia. God had de mensen duidelijk gevraagd zich te verenigen in de wederopbouw van de tempel. 2 jaar voordat het werk voltooid was, roept een delegatie de mensen op om te klagen over de afwezigheid van bepaalde tradities die het observeren van een aantal dagen vasten inhielden. Zacharias staat op en bekritiseert deze mensen die een ander belang hebben dan Gods belang. In de versen 9 en 10 lezen we: zo zegt de Heere der Heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid. Verdrukt weduwe nog wees, bijwoner nog arme en beraamt niet in uw hart elkanders oordeel. De Joden gehoorzaamden nauwgezet aan sommige voorschriften die op tradities waren gebaseerd, terwijl ze tegelijkertijd sommige van Gods belangrijke instructies verachten. Wat is het nut om zoveel rituelen te doen als er geen liefde is in de relaties? Wat is het nut van religieuze tradities die het lijden van de wereld niet minimaliseren? De enige manier om religie levend te houden is door te leven volgens zo zegt de Heer, en niet door zo spreekt de mens.